Hey, hi iedereen. Ik ben Calvin, coach hier bij The Brick. Vandaag gaan we een bodyweight training doen. Ideaal ook voor thuis te proberen natuurlijk. We gaan 4 oefeningen doen. 3 sets. We gaan heel simpel 30 seconden werken en dan 30 seconden rusten. Hierbij ga ik er ook bij zeggen, je kunt deze workouts kei gemakkelijk ook met kindjes doen. Dus we vliegen er gewoon in. Alright. Eerste oefening is de sprawl. Zo noemen we dit ook wel de luie burpee. Alright, dus we beginnen van boven. Gaan omlaag komen in een hoge plankpositie. En in squatpositie terug recht komen. Oké, 30 seconden rust. Daarna, de volgende oefening is de frog kick. Hier is bij weer hoge plankpositie. En we gaan van hieruit onze benen omhoog duwen. Zo heel de tijd. Altijd heel gecontroleerd de hoge plankpositie aanhouden. En terug even 30 seconden rust. Dan, de volgende oefening is de running lunge. Hierbij gaan we in gekruiste coördinatie mee met de handen werken. In een lunge-positie staan. En we gaan zo heel de tijd omhoog springen. Telkens weer 30 seconden. Even rusten. En dan zo de ander been. Alright. En dan, als laatste, zal ik straks wel uitleggen. Maar nu zullen we er even in vliegen. En we starten over 20 secondjes. Ik ga mijn timer er even bijhalen ook. Right. De laatste oefening is iets geworden, maar thuis oefenen is zeker geen probleem. Alright. Minder dan 10 seconden nog. En we starten in 5, 4, 3, 2, 1. Hou zeker rekening mee dat je zeker je hoge plank mooi gecontroleerd houdt. En bij het omhoog komen ook de benen goed opspannen. En rust. Alright. Dat was dus de eerste oefening. Geniet zeker van je 30 seconden rust. Want je zult het zeker nodig hebben. Nog 15 secondjes. Even op adem komen. Het gaat een toffe workout zijn. Je gaat er zeker genoeg van kunnen zweten. 3, 2, 1. Alright, dat was een goede tweede workout. Dan gaan we over naar de voorlaatste. Ik hoop dat jullie het thuis ook wel leuk vinden natuurlijk. Want daar doen we het ook voor. Nog 10 seconden. Dan gaan we over naar de running lunge. Ik zal deze wel even voorwaarts doen. Mooi gecontroleerd zakken. Dat je zeker de voeten bij elkaar gaat houden. Zeker niet voeten achter elkaar houden. En probeer zeker voldoende afstand te houden. En uit te ademen bij te mogen komen. 5, 4, 3, 2, 1. En even rust. En dan gaan we over naar het andere been. Alright, dat gaat er stevig aan toe. 15 secondjes. Alright. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Denk er goed aan. Gekruiste coördinatie. Altijd je handen gebruiken om de beweging mee te laten volgen. Nog 7. Kom aan, we zijn er bijna. 3, 2, 1. En rust. Alright, de laatste. Zoals ik al zei, is een sprinter burpee. Het is eigenlijk een burpee, maar je gaat hierbij je voeten heel hard nodig hebben. Want je gaat eigenlijk eentje naar voren brengen en de ander naar achter. Zodra ik het je wel tonen, is het moeilijk. Kunnen we dat zeker opbouwen. Maar ik zal ze eerst met je voor doen. In 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Alright. Nu, waar moeten we dus op letten bij een sprinter burpee? Burpee in het algemeen, altijd voeten plat op de grond houden. Het belangrijkste. Dan, wanneer je net omhoog komt, dus plank, net omhoog, ga je proberen te zorgen dat je probeert coördinatie met je voeten en je armen tegelijkertijd met elkaar te houden. Is dat een moeilijk in het begin? Kun je eigenlijk gewoon een burpee doen, eentje omhoog en eentje naar achter doen. Daarna ga je iets verder opbouwen en probeer je weer iets hoger en zo verder en verder weer omhoog te gaan. Oké? Bekijk deze video terug opnieuw en dan ga je de workout en alle oefeningen zeker kunnen. Heb je nog vragen of zo? Plaats het in de comments en we zullen er zeker op reageren. Alright? Fijne workout en tot de volgende. Ciao.